Ja, hij is leuk. Een Fiat 500 met zo'n linnen vouwdakje uit 1973. In een hele leuke staat, donkerblauw, rood, skylederen bekleding en zo'n bakkelieten stuurwiel. Wat zo lekker rijdt. Ja, natuurlijk een vier versnellingsbak. Rijdt goed, schakelt goed, remt goed. Alles doet het. Hele recente APK-keuring. Natuurlijk heeft zijn auto heus wel een klein plekje. Maar hij is niet verrot. Hij is niet verrot. Dat wil zeggen dat je er niet mee kan rijden. Het staat gewoon een hele nette auto. De dorpels hard, carrosserie hard. Maar kijk, als je dan hier aan de achterkant zie je wel wat. Het bladeren van de achterbumper. Maar goed, zo'n achterbumper is ook gewoon prima nog te bestellen. Staat hier dus gewoon een auto die heel goed is. Het motortje. Achterin. Lekker droog. Niet lekken. Ja, dat is ook heel belangrijk. Dan mag de auto misschien her en der een klein blaasje hebben. Maar als de motor niet goed is, heb je een veel groter probleem. De auto is dus wel eens een keer aangepakt. Opnieuw gespoten. En daardoor staat er gewoon een leuke, frisse kar. Dat is sterk in auto's. Maar goed, de prijs is dan ook scherp te noemen. Natuurlijk, je ziet ze voor veel meer. En je ziet ze misschien voor minder. Deze auto is gewoon een staat waar die ja, middenin verkeert. Een 7,5, 8 mag ik hem geven. Wil je het toch in het echt zien? Leuk trouwens, hè, die zijruitjes. Dat vind ik ook zo leuk. Dat hadden ze toen in die tijd. Ja, en dat dashboard ook weer in de kleur van de carrosserie komt weer helemaal terug. Kijk, zo'n auto koop je en dan schrijf je niet meer op af. En dat kun je van de huidige auto's niet zeggen. Kortom, wil je kijken, wil je het echt zien, sterk in auto's. Wel even van tevoren. Sta je niet voor een dichte deur.